Kerk bestaat met een auto's. En dat allemaal door Herman Verschil wordt gedaan. Herman was, wat iemand vandaag al zei, echt een volkskunstenaar. Hij maakte voor iedereen een shirt. Hij kwam per dag, weet ik hoeveel mensen tegen. En die trakteren die dan op een kunstwerk. Soms trakteren ze niet, verkocht hij het. En achter al die kunstwerken hier, daar zit een verhaal achter. Een bruidsshirt, achter een schilderij. Die staan er vaak op tijd gezicht, dus kijk er vooral naar. Nee, ik houd heel erg vol, want ik sta met een Wild Romance hier. Maar ik voel me bevoorrecht, mensen, dat ik dit programma mocht presenteren. Ik was al fan van Herman. En dan ben ik door dit programma alleen maar meer geworden. Maar ik was natuurlijk ook bevoorrecht, omdat ik met een ontzettend lekker wijf in de auto mocht zitten. Een hele mooie vrouw en ook een hele fantastische de dochter van Herman. Daar wil ik een heel groot applaus voor. Lola de Loos! Kijk, normaal krijg je vader voor een plaats. Nu ben jij. Hé, Lola, ik zei dat ik het heel tof vond om dit programma te maken met jou zo rond te rijden. Wat was jij eigenlijk? Echt niks aan. Ja, ik vond het echt, ja, dat is zo mooi. Langs al die bijzondere mensen die zo belangrijk zijn geweest voor mijn vader. En daardoor is het echt. Ja, echt mijn vader beter leren kennen. Die is echt heel fijn. Dat is dan wat veel mensen willen weten. Iedereen zou zijn vader, zeker zo'n bijzondere vader, wel zo willen kunnen onderzoeken. En wat ben je nou te weten gekomen over je vader? Dus je familie. Ja, wat ik heel grappig vond ook, ik teken wel eens op zijn kop. En ik hoorde dat hij dat ook altijd deed. Vroeger, weet je, dat is gewoon heel grappig om te horen. Ja, en dan zei hij echt te veel dingen om op te noemen wat ik allemaal bijgeleerd heb en wat allemaal duidelijker geworden is. En laatste vraag, want we net heel beginnen volgens mij. Wat vind je van de expositie? Ja, zo mooi. Ik vind het heel leuk dat hier zo allemaal schilderijen worden geëxporteerd. Exposeerd. Weet je waar allemaal, waar gewoon een verhaal achter zit? Normaal is het een, weet je, dan is er, zijn er allemaal van één eigenaar. En dit is dan van iedereen bij elkaar gehaald. Dat vind ik mooi. Maar ik heb ook een briefje. Dus ik wil nog een paar mensen danken. En dat kan ik zeker niet onthouden. Want, wat ik zo bijzonder vind en heel leuk in deze expositie, is dat er echt achter elk werk hier een verhaal zit. Iedereen heeft een eigen moment met mijn vader gehad. Dat maakt deze expositie veel persoonlijker voor mij. Er zijn werken in zijn in zo'n andere stijl die ik nog niet eens kende. Dank jullie wel. En dank je wel, Loos-Tess. Het ziet er echt heel mooi uit. Van de verhalen. Van mijn vader jeugd, tot de spieren, tot aan het heel doen. Dankjewel dat ik bij jullie langs mocht komen. Om dat stukje van mijn vader met mij te delen. Zoveel mooie verhalen, dat het voor mij ook wel heel confronterend is. Het was best een emotionele tijd voor mij. En dankjewel, Art. Jij hebt echt sowieso super gedaan voor mij. Je hebt me echt zo geholpen. Want ik het gewoon niet meer weet. Weet je, ik wil zoveel vragen en dan heb ik het daarover met jou. En dan, ja, dan steun je mij gewoon daarin. En dankjewel, Ploeg. Ik heb echt zo genoten van die dagen. En best lachen. Ik ga ze echt missen. Dankjewel, Afro en DTV, dat wij deze reis van jullie mochten maken. Ik heb brood gevonden. En daar ben ik echt heel blij mee. En ik ben heel blij met het resultaat. En fijn dat iedereen er is. Fijn dat mijn moeder er is. Mama, ik hou van jou. Mijn vader zei er is, ik kan niet dood. En daar zijn gelijk in gehad. En dat is mede dankzij jullie allemaal. Herman Brood uit leven. Herman Brood kan niet dood. Dank jullie wel.
Lola, dankjewel. Heel erg bedankt voor deze woorden. Ik heb nog een paar korte woorden en dan gaan we echt naar de bed voor mensen. Echt waar. Ik wil me heel erg zeggen, dit project is niet alleen een televisieprogramma of een expositie, het is eigenlijk een multimedia project. Dus ook een internetsite die heel veel bezocht wordt, daar kun je extra scènes zien, maar kun je ook je eigen Herman Brood filmpje op kijken. Heel veel extra materiaal, archiefmateriaal, kun je allemaal kijken. Dat heb jij al lang gedaan natuurlijk. Lieve Lola heet dat project, alsof je brievenrubriek bent begonnen. Ik wil namens de AVO iedereen bedanken die aan het programma heeft meegewerkt. Iedereen bedanken die aan deze expositie heeft meegewerkt. Ik dank u allemaal voor het komen hier naar Lood 6. Ik wil Lood 6 bedanken voor het feit dat het er zo ongelooflijk cool uitziet hier. En natuurlijk een speciale dank aan Oneindig Noord-Holland. Want dankzij hen is deze expositie mede mogelijk gemaakt. En dan nu een wereldpremière. Is me net ingefluisterd door Toos van Dijk. Na 10 jaar, dat is weer compleet. Ik heb het jullie 10 jaar geleden dat Herman Brood overleeft. En dat kan natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. En daarom staan wij hier met een aantal legendes die nu voor ons gaan spelen. Een heel groot applaus, 10 jaar na dato, voor The World Romance!